Ja, goeiemiddag. Ik ben Sietse Wiersma, ik ben dichter hier uit Leeuwarden. En ik neem je vanmiddag mee terug een lits pad van de tentoonstelling Otherworldly hier in het Fries Museum. Otherworldly is een tentoonstelling maken door de conservator hedendaagse kunst van het Fries Museum, Hanna Hagenaars. En dit is over de onderwetterwereld in al zijn aspecten. Dus zoals ze kennen, de oceaan als grijf en de oceaan als witze. En alles daartussenin om pracht, maar ik om verschrikking. Ik wil het vanmiddag hebben over deze installatie, OC Ducks. Dat is een installatie van Alan Gallagher en Edgar Klein. Ik had er bij de Iepen Up Live uitsturing begin februari een gedicht toeschreven. Want toen ging Iepen Up Live over de opening van deze tentoonstelling, die het spijtig genoeg door de coronacrisis maar heel kwaad Iepen West had, maar echt tegen de moeite waard is. En deze installatie fascineerde mij. Al tijdens die live uitsturing heb ik er een begin van een gedicht oeschreun en dat heb ik later verder uitwerken. En toen hebben ze mij van het Fries Museum gevraagd om die familie voor te lezen. Dat zegt Wannaast in het Fries en ik in een Nederlandse oorzetting. Maar eerst even wat door deze installatie. Hij is dus maken door Alan Gallagher en Edgar Kleine. Een kunstenaarsduo die deels in New York werkt en in Rotterdam. Beide steden die van alles met de zee te maken hebben zelfs. En wat je sjost is eigenlijk een deerkiste met allerhande ingraverings, zoals ze kennen. Abstracte, figuratieve patroon. En dat verwijst naar een personage uit de Moby Dick van Herman Melville. Het beroemde boek de Moby Dick. Op een stuit in dat boek maakt het Queequeg, een van de haatpersonen, de harpoenier van, de walvis, van het walvisschip, maakt het zijn eigen deertskist omdat hij jet had dat het lot hem deed hebben. Uiteindelijk beteert dat oors. Hij gaat net deer, hij leeft terug en deze deertskist die te maken had werd zelfs nog de reddingsboei van de opvarenden van de Moby Dick. Het is dus in het vaste plakken een deertskist, zoals ze kennen. Hierin, en ik zie hem als niet mooi naar binnen nemen, is ik een pad van een installatie van Alan Gallagher te Shem. Maar de titel van dit kunstwerk, OC Ducks, is heel wichtig. En daar zal ik even kwart wat over vertellen en dan gaan we naar binnen dan. OC Ducks is eigenlijk de inspiratie geweest van de kunstenaars om dit te bouwen. OC Ducks is een boisselwerm. Een boisselwerm die leeft op een boeien van de oceaan, die in 2012 door wetenschappers ontdekt is in een diepe baai bij Californië. En OC Ducks betekent ons letterlijk bonkenfretters. Het is een Latijns woord en betekent bonkenfretters. Die boisselwermen, dat is eigenlijk de laatste fase, zoals ze kennen, van het afbreken van de walvis, de derde walvissen, die als ze sterren naar de bodem van de zee zakken. Eerst als allerhande oren aaseters die het vlees eromheen opfretten, maar dan op laatst als een karkas, als een bonkerak oer, en dan komen de boisselwerms in het spul. En die fretten gaan dan terug de bonken heen, zodat er uiteindelijk helemaal niks van zo'n walvis oerbloot. Op het 3 kilometer diepte speelde dat hem aan. In het heel tjuster, misschien wel in het volslaand tjuster. En daarom had het ik zo lang door dat die wetenschappers deze boisselwermsoort ontdutsen hebben. Als hij dat realiseert, daar op het diepte van die oceaan, dat is fascinerend zelfs, dan is dat de oceaan als grijf. Maar zoals ik ze kennen, dat het dan tegelijk ik werd de witse wordt. Want dat zat dicht bij de evolutie van leven. Dat deer en nij leven heel dicht bij elkaar komen. En dat had Alan Gallagher ik in haar installatie brengen wilde, omdat ze er een mythe bij beloopt. Een van de mythen is bij Galix dat zwangere vrouwen die het op een slavenschip zitten van Afrika naar Amerika, dat die oerboordsmitten waren. Echt op een grauwelige wijze. Zwangere vrouwen brachten op de slavenmerken niks op, dus die waren gewoon oerboordsmitten. In de belemming van de
van de afstammelingen van de slaven, had dat leiden tot de mythe van het Zwarte Atlantis. En het Zwarte Atlantis, dat wil zeggen dat die meerskip de zielen van die ongeboren bijen eigenlijk in leven horen. Terug de mythe dat ze mooien maar daar op de bodem van de oceaan een meerskip vormen en misschien zelfs wel de nieuwe betten van zielen op een vrouw te tarieren. Dat is de mythe van de Zwarte Atlantis. Wij hebben zelf in onze eigen westerse mythologie, als het haast over de Griekse mythologie, ik vergelijkbare mythes. Een hele mooie is die van Uranus, de god Uranus, de hemelgod, die trots zijn titanenzoon Kronos op een stuit castreerd wordt met een zichte, met een zoine. En zijn genitaliën die vallen dan uit de hemelwaai op het wetter van de zee. Het skoem wat hem ontstiert is tegelijk de betten van de mythische godinne Afrodite, de godinne van de leefde. En zo komt dus ik deer en betten in die mythe in verband met de zee, heel dicht bij elkaar. Nou, die laatste mythe die heb ik broekt in mijn gedicht, omdat het bij de presentatie van Open Up Live destijds een van de centrale verhalen weer die in de beeldziende kunst toen horen de Venus van Botticelli presenteerd was. Dus die heb ik broekt in mijn gedicht, dat zijn mijn eerste jaren. Nou goed, het is misschien tijd om even naar binnen te gaan. Wat je hem straks zien zullen, het is donker en lawaaiig, dus ik vertel het alvast nou even. Dat is een 16 mm projector met onderwaterbeelden en ik beelden van schipswrakken die het vervolgens terugvlochten binnen met animaties van het kunstenaarsduo Oer de Walvis, de sterrende walvis die naar de bodem van de oceaan zakken. En beschilderen glasplaten die het op een orenwand projecteerd worden, dia projecteerd worden. Dus misschien kunnen we even zien. Ik zal de cameraman even rond, Jan. Het is een hels kabaal hier. De 16 mm projector staat hier rechts. En die projecteert op een wand. In dit geval denk ik animatiebeelden van het kunstenaarsduo. En dan als dan naar rechts kist. Dat is juist de schilderen glasplaten die als dia's projecteerd worden. En daar zitten patronen in onder oren die ontstaan op het wassel hier men gaat terug bonkerakken hinnen fretten. Misschien kunnen we daar alsnog wel even hinnen rennen, want dan hing het verderop in de tentoonstelling nog een bonkerak van een walvis op zijn kop. En dan is juist die patronen van die wasselwerms heel mooi in dat karkas. Zullen we daar even heen herinneren naar de walvis? Dat is hier Jos. Hier is juist het bonkerak. En als dan heel dichtbij komt, slaagt dat nog? Dan is juist hier. Het onfretten skelet van de walviskop. En Hanne, je stik liet ze ontaastinkjes al. Uiteindelijk bleef er van zijn bonkerak helemaal neer door. Ja, hier. Is dat heel mooi. Zou spoensachtig worden. En hier ik. Dat zal een proces van eeuwen wezen. Dat zo'n heel bonkerak oplost is in de zee. Misschien daarom ik wil het symbool van de Veruske Amer eronder, dat weet ik niet. Van het tijdlezen vergeen. Nou, misschien ken ik nog mijn gedicht dan.
Je mooie trouwens vragen stellen tussen trog. Dat vertel ik wat let. Maar dat ken nog altijd. En dat ken ik nog oorin van het gedicht verzeld. Ik begin met de Friese versie, want daar is hij oorspronkelijk in schreunen en dan doe ik mijn eigen Nederlandse oorzetting erachterom. Het gedicht heet O Sedax. Van ljocht geen weet, in het grom van de tijd begroeven, of is het in de witte van de zee? Vermoog het wasselvolk uw skinnen bonken, een libbesrijd in het diepst besonken, eer komt het weer omheeg. Kraljen, kroepen, kreveljen, ene bediezene, maar dat vreemde heerskip libbesgeest. Net een plak voor Afrodite, nee dat koud en skimmerig boy en pleps, nog vier van een feutus. Een ivergiet vat de skulp treun van wien, mooi had erin Cyprus finnekin. Maar God, dan hast ik wat. Haar dubbelverschijning van zeeft, waliend, vlaaks en vlaais. Vingerspoor tussen blabzig riepen buk en bilbonken, drippend de glans van het aas sobbeljocht van de ribben, zij uit vallen walvisken nommen. Basselwierms, dat ik oud en diep waar jimbleun bin, glied ik haar school van warme hoedplooien in, wijd al maar oors het wut, het beeld, het omskot opdoold wut, en ta drinkeldeerden bepluzen, behimmelen, bekwarren, als wiene het de genitaliën van Uranus, zijn castreerde hemelbestwarmers, o Sedax, het skom uit het grom. Gwon Djipten was nog altijd een titaan voor haar, worst de versmietlingen uit de bureaucratie van deeds Engels rijden. Tietlees vermagen, oerstadige betten van haar hom en gromlief, dat de wien u skant uit zielt. Dan de oerzetting van de mensen die het misschien al je net zo het nooit komen konden in het Friesk. De titel is hetzelfde. O Sedax. Van licht geen weet, in het grom van de tijd begraven, of is het in de wieg van de zee? Vermolmd borstelvolk, ons schoon gebeente, een levensrad in het diepst vergeten, ooit komt het weer tot leven. Kronkelen, kruipen, kriebelen, ergens beneveld met dat vreemde heerschap, levensgeest. Niet een plek voor Afrodite, nee, dit koud en schemerig bodempleps, nog ver van een foetus. Een eeuwigheid voor de schelp, geduwd door wind met haar erin, Cyprus vindt. Maar God, dan heb je ook wat. Haar dubbelverschijning van zacht wellend vlas en vlees, vingerspoor tussen drabbig rijpe buik en dijen, druipend de glans van het afgelebberde licht van de ribben, zij uit gevallen walvissen genomen. Borstelwormen, waar ik oud en diep nog jullie bleef, glijd ik haar toevlucht van warme huidplooien in, waar steeds anders het woord, het beeld, het omhulsel opgedolven wordt en tot drenkelingen afgeplozen, afgekloven, uitgekotst, als waren het de genitaliën van Uranus, gecastreerde hemelbestormers. O Sedax, het schuim uit het grom, er zijn dieptes waarvoor nog steeds een titaan nodig is, wil je de verschoppelingen uit de bureaucratie van doodsengelen redden. Tijdloos vermalmen, oertrage geboorte van haar huid en haar lijf, dat de wind
onze kant uitzeilt. Nou, dat weet. Ik weet net dat er nog vragen binnen. Oh, ik heb wel een vraag. Ja. Kun je ook iets vertellen over dat ding op achtergrond? Wat dat is, ja. Ja, dat is wat een jelly olie-achtige constructie. Misschien kan je het even mooier in, hè? Ik heb er even wat dichter op. Ja? Ik moet even zien van wat het kunstwerk is, want dat weet ik zo net uit de holle. Myra Lee, en dat heet Andrea Ophelia at the Endless House, maken in 2008. Het is een motor, mooi glycerine, steelkabels, kunst, treden, zoals ze zeggen, en de, ja, de viezigheid, de drap. Plus de olieresten van de zee die wij dan ik onspelen en ons bedriegen, zoals ze kennen, of het hele leven bedriegen. Dus het zal, dreef ik wat zees over de plastic sop die het oceaan hier te daar bevolkje. Volle cleaner leek het dit. Kan hij nog komen? Dat binnen wel hele mooie objecten, dat ben ion palingen, maar dan van glas maken. Hele mooie kleuren, zusterin. Alle kronkelvormen, die is maar betinken, kies bij ion, benamen hier bij deze glas ieltjes. Dat is een kunstwerk van Charles Avery. Fisherman returning from the memory of consciousness. Prachtige objecten. Hier een ielen kopje, wat trekt even. Uit zo'n plastic bakken. En het lijen vanzelf, hè? Hier van de iel op het zout. Verschrikkelijk. Of het ijs. Nou ja, zo binnen er allerhande objecten, maar ik fotografie en gravures en andere beeldende kunsten hier bij Otherworldly te zien. Het is een prachtige tentoonstelling. Ik weer ben namelijk waai van de installatie van Alan Gallagher en Edgar Kleine, maar ik zou zeggen, kom maar weer, want de boel hier weer open gaat. Hopelijk begin juni. Laten we daarvan uitgaan. Het zou mooi zijn.